Welkom bij het project Machine Learning Inspector, afgekort MLI. En wij gaan jullie meenemen in hoe wij als slimste haven in de toekomst de inspectie gaan uitvoeren. Voor een logistieke hub zoals het havengebied van Rotterdam is het voor de klanten van essentieel belang dat de haven altijd bereikbaar is. De operatie draait 24/7 door en het is aan het havenbedrijf om die bereikbaarheid te garanderen. Om de bereikbaarheid van de haveninfrastructuur te kunnen garanderen, moeten we weten wat de staat is van onze assets. En daarvoor voeren wij inspecties uit. Achter mij wordt op dit moment een steekproef uitgevoerd. Zoals je ziet is alles rondom de inspecteur geoptimaliseerd. Hij heeft veiligheidsmiddelen, een goede auto en een applicatie waar je zijn steekproefresultaten in kan verwerken. Maar wat blijft centraal staan is hier de mens. En dat willen wij juist met MLI gaan doorbreken. Met MLI gaan wij het inspectieproces automatiseren. Niet meer de mens doet de inspecties, maar we gaan alles met een camera doen. Dat maakt het veiliger, efficiënter en duurzamer. En daarbij heeft de klant ook minder last van onze inspectiewerkzaamheden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat we wegstappen van de steekproef en dat we overgaan op een gehele inspectie. Wij hebben straks alle condities van alle assets in beeld en daarmee kunnen wij veel exacter plannen. Zowel nu als op de lange termijn, want al die data gaan wij gebruiken om degeneratiemodellen te maken. Wij zorgen ervoor dat de haveninfrastructuur zoals wegen en kaders bereikbaar blijven door middel van slimme inspecties. Als mens kan je natuurlijk maar op één plek tegelijk zijn en niet alles zien en vastleggen. Met camera's en sensoren kunnen we dit wel. Er wordt in de haven al van allerlei assets data verzameld en opgeslagen. Deze data gebruiken wij om artificial intelligence te ontwikkelen. In het project MLI zijn we vooral bezig met computer vision. Wij leren als het ware de computer om specifieke assets te herkennen en te beoordelen. Wanneer de computer deze taken goed genoeg kan uitvoeren, dan kunnen we delen van het inspectieproces automatiseren en hiermee de inspecties efficiënter, maar ook veiliger maken. Met deze automatisering hoeft de inspecteur niet meer ter plaatse te zijn. We kunnen alle havenbedrijfvoertuigen uitrusten met een camera en zo kunnen we heel veel data verzamelen. Nu meer data verzamelen betekent dat wij in de toekomst steeds betere voorspellingen kunnen maken over de conditie van al onze assets. Predictive maintenance zorgt ervoor dat we op precies het goede moment onderhoud kunnen plegen en zo ervoor zorgen dat de haven continu bereikbaar is voor al onze klanten.